hier naast het Tahrirplein. Er zijn hier en daar wat demonstraties, maar daar vindt een grote demonstratie plaats. Steeds meer mensen lopen nu naar het Tahrirplein om de derde verjaardag van de revolutie, 25 januari 2011, te vieren. Gisteravond waren er een aantal aanslagen, vanmorgen is er nog een aanslag geweest. Maar hier lijkt het redelijk te doen. En we hopen dat het verder goed gaat vandaag. Wat mij opvalt is dat het eigenlijk een hele vrolijke dag is. De mensen die we net gesproken hebben hier zijn erg uitgelaten. Hebben ons ook een paar vlaggen gegeven. De sfeer is tot nu toe erg ontspannen. We hopen natuurlijk dat het zo blijft. Want het kan ook weer zo veranderen hier. Je merkt dat het soms van minuut tot minuut anders gaat. De ambulance waarschijnlijk naar binnen. Ja. En dat hebben we 2 jaar geleden ook meegemaakt. Toen we op het Tahrirplein zelf stonden. En er schijnt dus toch wel wat gebeurd te zijn op het Tahrirplein. Het is hier vandaag toch op het Tahrirplein ook weer feestelijk en ontspannen. Mensen gaan op de motorfiets nu zo het plein op. Een vader met zijn kinderen. En met zijn grootvader. Maar je ziet ook dat het zo weer kan omslaan. Een aantal ambulances zijn nu bezig om het plein op te rijden. Dus de sfeer is over het algemeen positief. Maar het blijft natuurlijk ook opletten. Thank you. I love Sisi. I love General Sisi. Oké, bye bye. We gaan even vlaggen, begrijp ik. En we worden nu wel gesommeerd om weer te vertrekken, want men vindt het niet veilig genoeg voor ons hier.